Beste vrienden, welkom in mijn knutselschuurtje en welkom bij mijn vlog. Vandaag laat ik jullie alweer iets zien dat het leven veel toffer maakt, maar vooral gemakkelijk. Gemakkelijk en tof, die gaan hand in hand hier in mijn vlogs. Wat gaan we vandaag maken? Wel, deze reuze bellenblazer. En wat doet deze? Dat zie je zo meteen. Maar eerst, wat hebben we daarvoor nodig? Wel, een stukje touw, 6 ritjes, schaar, een plakbandje, een kuip met water en afwasmiddel. En wat doet het wel? Je doet dat als afwasmiddel in de kuip met water en dan pak je de reuzenbellen blazer ding, je kent het wel. Je dopt het erin, zo, en normaal moet het nu ongeveer, had je het gezien? Bijna, hè? Bijna. Maar dus, als je gaat lopen en je hebt een grotere kuip met water, dan werkt dat perfect. Maar hoe maken we dit wel? Allereerst leg je deze 6 rietjes mooi naast elkaar. En dan meet je de lengte van het koord met de rietjes. Zorg dat het koord even lang is. Zo. En dan knip je dit aan het uiteinde af. Wat doe je dan? Je haalt het touwtje door 2 rietjes. 2. Aha, voilà. Daar is het. En dan doe je dit nog met een ander rietje. En voilà. Daar is het. Dan knopen we deze 2 uiteinden van de touwtjes aan elkaar. En voilà. Dan heb jij je touwtje en je bellenblazer. Tof, hè? Weet je, ik heb nog zo van die kei leuke lifehacks. Je moet gewoon naar de VTM Kazoom app gaan. En daar vind je al mijn andere vlogs terug. En zo kan jij ook al die leuke lifehacks maken. Jongens, tot de volgende keer. Ah.